Geen Juttersmarkt hoor. Nee. Ze liggen op Facebook tot en net. Hey Chrissy. Hey, lieve kijkbuiskinderen. Daar was ze maar weer. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer dinsdag 7 juli. En we leven om 13:52. Wij gaan zometeen weg. Ja, Rijke gaat mee. En eerst even een stukje over de gracht. En dan over de Juttersmarkt. Want ja, er mogen weer een aantal evenementen komen. En wij hadden verwacht dat de Juttersmarkt niet zou komen, maar yes, de Juttersmarkt is er. Dus ja, ik neem deze camera mee. Als ik ergens vloggen kan, dan vlog ik. Zoals bij onze Marcel met zijn vogels, als hij er al is. Want niet iedereen zal er wel wezen. En ja, dan gaan wij toch eventjes over de Juttersmarkt. Als ik niet vlog, even goed goede vrienden hoor, ja... Ik bedoel, ik kan niet overal vloggen en ik ga lopen, ja, en ik doe niks om, nee, dat komt een andere keer wel. Auw, je hebt nageltjes. Ja, laat mijn jurk los. Jurk los, jurk los, zo. Nee, moet die poot ook los, zo. Met een meid, hé, met een meid. Zo, met een meid, hé. Oh, goed, wat spinnen. Oh, goed je toch? Nee? Ja. Maar nee, een andere keer dan doe ik hem wel om, maar nu niet. Want ik ben wat later. Ik heb eerst andere dingen gedaan, wat ik moest doen. En daardoor laat beneden. Zit je achter de vliegjes aan? Ja, zo. Ik weet niet wat voor een vlieg dat is. Maar het gaat heel snel. Het is geen brandvlieg of wat dan ook. Het lijkt een beetje op een kleine motvlinder. Maar het gaat zo verrekte snel. Je ziet hem amper. Echt. Ik weet niet wat dat er is. Zo af en toe heb ik er eens één in huis. Het is er maar één steeds. Ik heb er niet meerdere van. Maar ja, hij en dood, dan komt er weer een nieuwe. Ja, niet van dat dode beest, maar van binnen, van buiten naar binnen. Maar oké. Okay. Dus doe maar, hè? Stoeltje buiten. Oh, leuk. Dat behoren twee vogeltjes te zijn. Ja, ik kan dat niet volgen, omdat dat is een bedrijfswagen. Nou ja, dat hoef ik niet te filmen. Dat is de buurman, die werkt daarbij. En daarbij heeft ook een hekel aan. Dus ja, dat kan ik begrijpen. De ene wil het wel, de andere wil het niet. En vooral met een bedrijf zorgen niet. Nee, ze hebben al genoeg reclame. Die stinken dreigen dat bedrijf. Dus ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat met jullie gaan doen. En ook wat wij gaan doen. Nou ja, dat is de Juttersmarkt over. Ja. En de GoPro die moet ik eerst weer opnieuw even aan de lader hebben, voordat ik die dus mee kan nemen. En dat laat ik nou leggen. Dan kan dat mooi voor andere week dinsdag. En dan hopen dat het ook knap weer is. Want ik laat me er ook weer niet nat doorregenen. Nee, dat doen we ook niet. Nee, zo ben ik niet. Maar oké, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. En we komen elkaar straks wel weer hier ook tegen. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Hallo lieve vrienden, ja ik ben weer thuis met Rijka, wel heel erg moe van lopen. Toch weer meer dan 2 kilometer gelopen en geen Juttersmarkt hoor, nee. Ze liggen op Facebook tot en net. En zoals bij een van de sites van Den Helder. En ik ben van verschillende sites lid, tenminste groepen en pagina. Maar geen Juttersmarkt hoor, echt niet. Nee, dat waren er ook meerdere die erover klaagden. Want er hadden meerdere gelezen dat er vandaag weer Juttersmarkt zou zijn. Maar nee hoor, echt niet. Dat is even balen. Want meestal begint het eigenlijk al in juni, ja? En dan tot ergens eind augustus.
Maar nee, nog niks hoor. Nee. Maar dan moet de gemeente weer voor... die moet dat goedkeuren. En die doet dat niet. Kermis krijgen we ook niet. Nou, de kinderen hebben weer vakantie. Die lopen we weer voor de zoveelste keer weer te vervelen. Dus ja, wat doen we er al? Twee keer niks. Maar oké, ik pak zo wel nog even de booster. Want ik moet toch die garen hebben voor bij mijn jurk. En ik moet even nog even twee gebakjes halen voor vanavond. Want Chrissy die komt. Dus ja, dan moet ik wel een gebakje aan de kunnen geven, toch? Maar dat komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie. Jij hebt eten gehad. Je moet niet zeuren. Als ik weer terugkom, ga je zo meteen even naar de winkel toe. Ja, dan ga je weer eten. Dan zet ik het weer op de grond. Ja, oké, mooi, doen we. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Mijn vest zit ook niet goed helemaal. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Had geen vest moeten worden. Zo, dan zit het een beetje netter eruit, dacht ik zo. Ja, zoiets, hè. Ja. Maar in ieder geval, dan ga ik even de hort weer op om dat even te doen. Ja, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer 16 uur 44. Het loopt alweer tegen 5, ja, ja. Ik heb net ook visite gehad. Ja, het was weer even gezellig. Enkel we hebben het over dingen gehad wat niet gezellig is. Maar ik heb even haar met de neus op de feiten gedrukt. Hoe ik erover denk met, met deze naam. Ja. Van hoe ik daarover denk. En ze gaf mij wel gelijk daarin. Ja, zo heb ik het nog niet gezien. Ik zei, nee, ik zei, maar je moet het na gaan denken. En ik zeg, en ook over meerdere dingen. Ik zeg, sta daar eens bij stil. Ik zeg, en bekijk dat dan eens even, hoe dat gaat. Ik zeg, het is zo krom als een hoepel. Die hele wetregeling van Rutte. De wet is al krom. Ja, was al krom, laat ik het zo zeggen. Want ik had vroeger een soort met oom. En die zei dat al, de wet is zo krom als een hoepel. En dan bedoelde hij mee oprecht een hoepel. De hoepel waar je vroeger de hula hoop mee kon doen. En die is krom, die is rond. Dus ja, hun zijn ook zo. Er wordt niet logisch nagedacht. Net als die mondkapjes. Gaan we weer. Wel leuk aan een kant. In de OV. Ben je verplicht een mondhoekje te dragen. Of mondkapjes, maar net hoe jij het noemt. Ik noem het ook dan weer zo. Als het ding maar een naam heeft. Maar in het vliegtuig moet je dat ook. Maar in het vliegtuig zit je als het ware. Ik heb nog nooit in een vliegtuig gezeten, maar je ziet het wel op televisie gebeuren. Zitten ze zo wat als het ware bij elkaar op schoot, omdat het heel krap is. Maar nu is het zo, vooral die lange reizen, krijgt men te eten en te drinken. En dan? Waar moet dat monddoekje heen? Hiep! Daar toch? Onder de kin. Maar dan gaan ze eten en drinken, maar je zit ook tegen met elkaar lekker te kletteren. Waar helpt dat monddoekje dan voor? Nergens voor. Twee keer niks. Van de week. Hier in die lange winkelstraat. Dat was gisteren. Zit een meneer op een bankje met zijn telefoon. Telefoon weet ik voor wat, maakt niet uit. Maar die had ook een monddoekje. Waar zat dat monddoekje? Dat ik zit hem zo aan te kijken. Ik zeg, dat helpt nogal, hè, dat monddoekje. En dan deed ik gelijk af en... Nou ja, ik denk ook, waarom heb je dan? Waarom kopen jullie dat dan? Waarom gebruik je het dan als je daar hebt zitten? Gisteren ook toevallig gisteren. Ik loop met Rijka langs de gracht. Wat ligt er in de berm? Ja, je raadt het al. Een monddoekje. Nou, dat vind ik vies. Wij moeten onze hondenpoep op gaan ruimen. Ja? Maar wat vind je van zo vies doekje die jij voor je mond hebt gehad en die vieze handschoenen? Ook die vind je langs de weg. Nou, hou Nederland schoon, zeg ik dan.
Ja toch, gebruik je verstand. Ik kan er zo kwaad om worden. Ik moet dat niet zien gebeuren, hè, dat iemand dat doet. Gelukkig heb ik dat nog niet gezien, maar ik wijs er wel op, want dat mag ik. Dat mag jij ook. Als burger zijnde mag jij je andere medeburger erop wijzen van hé, raap dat weer eens even op en gooi dat even netjes weg waar het in behoort. En nee, niet in een plastic bak. Want daar is het niet voor. Het is niet plastic. Nee, gewoon normaal in de vuilnisbak doen. Want die handschoenen is niet van plastic, dat is latex. Nou, en voor latex hebben we niet een speciale bak. Sowieso behoort het niet in plastic thuis. Nee. Dus dan gooi je het in een normale afvalbak. Afvalbakken genoeg om je heen. En vooral in het centrum. En anders doe je ze toch lekker in je buurt en gooi je ze thuis weg. Ja. Simpel zo. Hé, kan dat? Ja, hè? Ja. Zijn wij blij dat wij er niet aan meedoen? Hé, met die onzin. Ja, het is gewoon pure onzin. Net zoals, gaan we weer een stapje verder. Als jij verkouden bent. Voordat die corona er was, hè, gaan we even terug naar het verleden. Je bent verkouden geweest. Of je bent het. Ja, in het verleden. Hou jij dan ook afstand van familie, vrienden, kennissen? Nee, je gaat net zo goed naar de kroeg of weet ik van wat. En je zit even goed aan een biertje of een borreltje of wat dan ook. Vooral de jongelui. Ja? En ook misschien de ouderen van onze leeftijd. Ik weet niet hoe wat jullie doen of jullie nog voor stappen houden of wat dan ook. Maar dat doet er allemaal niet toe. Het gaat nu om die corona en over toen, hoe we toen leefden. Een verkoudheid is ook besmettelijk. Je kan elkaar aansteken. Ja, je komt ook dicht bij elkaar. Je geeft ook je vriendin of je vrouw een knuffel. Of je familie of wie dan ook. Je geeft elkaar ook de hand. Terwijl je er net in geroest hebt of geniest hebt. Ja, maar je geeft elkaar wel de hand of wat dan ook. Gebeurt er ook niks. Sta je ook niet bij stil. Gaan we een klein stapje hoger. De normale griep. De normale griep, hè? Kunnen wij komen aan overlijden? Dat is al oud en dat is bekend. Maar daar wordt niet naar omgekeken. Als we de griep hebben en we liggen al in bed en je krijgt ziekenbezoek, krijg je een knuffel, je krijgt een kus, kinderen krijgen een ei over het kopje ook nog eens een keer. Dan wordt er ook verder niet afstand gehouden. He? Gaat het bezoek weer weg, dan is het ook weer even een omhelzing. Nou, en fijn dat je geweest bent. Dan wordt er ook niet afstand gehouden van 1,5 meter. Nu hebben we de corona, het gaat om de naam. Een nieuwe naam, hé, hey, verrek, oh jee, wat erg. Oké, okay. De corona, daar schijn je ook heel veel pijn van te hebben en heel erg benauwd. Ik ben een longpatiënt, ik heb COPD. Ik ga er nog steeds lachend omheen. Doorheen, laat ik het zo zeggen. Niet eromheen, maar er doorheen. Foutje. Maar in ieder geval, ik heb al knuffels van mijn kinderen gehad. Tenminste van Karen en Roderick. Ik was 23 juni jarig. Ik heb knuffels gehad. En ik geloof van al zijn leven dat ik vanavond weer eentje krijg. Waarom niet? Hallo, ik markeer niks hoor. Nee. Gelukkig niet. Maar die 1,5 meter moet ook ophouden, meneer Rutte. Want dat is niks. Het helpt niet. Want het hangt in de lucht. Dus wordt men al ziek, komt het niet door ons dat we elkaar aanraken. Nee, want het hangt in de lucht. Je ademt het in. En dan kan je ook wel met een monddoekje gaan afschermen. Helpt ook niks, want in dat monddoekje zitten hele minuscule kleine gaatjes. En het dringt er wel doorheen hoor. Wordt ook. En dan nog, stel je voor, ik heb dan wel last van nu en dan van hooikoorts. Met mij meerdere. Ik loop ook te kuchen en te niezen. Ook af en toe met tranerige ogen. En, niks erg, blijft niet van binnen. Nee, hoeft ook niet. Maar zou ik zo'n monddoekje dragen en ik moet een keer niezen, ja,
maar ik adem het ook weer in. Word ik door mijn eigen bacteriën alsnog wel ziek, meneer Rutte. Ik hoop dat u dit filmpje van mij onder uw neus mag krijgen. Door wie dan ook, al wordt het met delen gedaan. Ik hoop zo dat meneer Rutte dit filmpje onder zijn neus zal krijgen. En dat hij eens een keertje gaat leren nadenken. En ons land terug gaat geven aan ons. Dit is mijn demonstratie. Ja, in mijn eentje, lekker. Puh, haha. Doet er niet toe. Ik demonstreer er ook voor. Geef ons land terug, geef ons vrijheid terug. Laat alles gewoon weer doorgaan zoals het was. En ga niet een nieuwe organiseren van 1,5 meter voor te leven. Nee, want dat doe jij zelf ook niet. Ik zie jou dat niet doen. Nee. Ja, oh wee, als er een camera op je gericht wordt, dan doe je het wel. Heb dan ook het lef om het dan ook niet te doen. En geef elkaar gewoon weer een hand. Geef elkaar gewoon weer een zoen. Zoals wij Nederlanders dat altijd al hebben gedaan. 3 zoenen. Ja, op iedere wang, hup, hup. Desnoods maak ik er 4 van. Ja, lekker belangrijk. Want net zoals wat van de week gisteren was dat, geloof ik. We gaan dood, gaan we toch? Iedere dag gaan er mensen dood, buiten de corona om. Komen allemaal een keer bij onze lieve heer. Buiten de corona om sterven er heel veel. Maar dat zien jullie niet. Nee, dat letten jullie niet op, want het gaat bij jullie om die corona. Nou, hier, kijk, die corona mag je hebben. Lekker. Ja, daar geniet ik van. Zo 1 keer in de week moet dat kunnen. Nee, en ik ben niet dronken. Nee, want ik heb het niet alleen gedronken. Met mijn visite. Haha. Ja, de visite heeft ook gedronken. Dus met 1 flesje. Nou, dan blijft dit nog staan. Nou, drink ik straks. Ja, met een bak koffie erbij. Klaar. Maar oké, ik ga nou verder weer hier aan deze kant aan het werk, lieve vrienden. Dit was even voor de heer Rutte bestemd, dit gedeelte. Jullie mogen hem delen, zoveel als jullie willen, ook naar de heer Rutte toe. Ja, en dat hele mikmakkie wat bij de heer Rutte werkt, ik weet het niet hoe dat allemaal heet, daarom in het Binnenhof, in die 3e, 2e, 4e, 8e kamer. En dat torentje, weet ik veel wie, hoe, wat. Als me bij Rutte komt, vind ik het allemaal prima. Want ook Rutte, die denkt niet na met zijn hele aanhang. Nee. En daarbij, hij moet nog een keer nadenken. Hij verplicht ons nu in de OV met een monddoekje om. Haha. Deze vrouw hier ook, kan er niet tegen. Buiten die corona om, hè. Dus jaren terug, ga ik u nog vertellen. Ja? Ben ik eens een keer op bezoek geweest bij een ex-vriendin, toen een vriendin. Ja? Die lag op een speciale afdeling van het ziekenhuis. Moest ik ook eerst handjes wassen. Dus kapie op. Handdoekje om. Nog geen 3 minuten, meneer Rutte, was ik weer daar weg. En ik lag daar aan de zuurstof, althans ik zat. Aan de zuurstof. Ik kan daar niet tegen. Met mij, meerdere. Wij, degene die COPD hebben. Of een andere longaandoening hebben. Kunnen niet met een monddoekje reizen. Maar ook wij willen reizen. Ik heb een dochter daar bij jou in de stad wonen in Den Haag. Ik wil naar Den Haag toe. Naar mijn dochter en naar mijn schoonzoon. Maar jij, Rutte, houd dat tegen. En daar ben ik heel erg boos om. Je mag blij zijn, Rutte, dat ik je niet tegenkom hier. Dan had je wel aangesproken erop. Van hé, luister eens even. Wij moeten naar jou luisteren, maar luister jij ook eens kind naar je volk. Die jij in principe moet beschermen. Maar die je niet beschermt. Ik ben ook zo ontzettend boos op. Dat hele mikmakje daar, wil je niet weten. Dus ik demonstreer het, hè? Ja, mag je rustig weten, in mijn uppie.
uit mijn eigen huiskamer. En dat mag ik. Ja, ik mag zeggen wat ik wil en ik mag zeggen hoe ik over het hele zaakje denk. Ik ben Ozenhoest. Hé, Eeuwin? Ja. Eeuwin die komt ook al bij me kijken. Hé, meisje toch. Nou ja, lieve vrienden, dit was dus niet voor jullie bedoeld hoor. Nee, jullie mogen er wel over denken en discussiëren. Maar doe dat dan hieronder. Want ja, het slaat gewoon nergens op. Denk zelf ook maar eens na. De wereld, de wet van Nederland is zo krom als een hoepel en ik denk ook wel de andere landen. Want nou ook, er zou vandaag dus de Juttersmarkt komen, maar de gemeente moet nou toestemmingen gaan geven. Rutte doet het wel, maar dan moet de gemeente nog overstag. Nou, er was geen Juttersmarkt. Dus waarom het op Facebook stond, weet ik ook niet, maar het stond er wel. Maar oké, we hebben een heleboel bezoek in Den Helder. Ja, heel veel. Allemaal onze buurtjes uit Duitsland. Ja, dat mag allemaal ook. Ja, en die stoten je wel aan. Dat is er niet met anderhalf meter om je heen gaan. Ik vind het niet erg hoor. Nee, laat ze maar gaan. Maar ja, oké, ik heb er één keer wat van gezegd, omdat het me wel zeer deed. Want ik liep met mijn rollator en er wordt zo tegen me aangebotst. Ja, oh, kijk even vanuit. Ja. En ze liep ook niet goed. Er is zo'n streep in het midden van de weg. En dan vanaf Tikkelde Pijl en Tikkelde Pijl. Dus richtingsverkeer. Maar er liep ook mensen op mijn helft. Ik liep zo, ik liep goed. Maar er liepen ook mensen op mijn helft die naar mij richting mij komen. Hallo, je loopt verkeerd, je moet daar lopen. Als je niet uitkijkt met je ogen, dan... Nou ja, breek me de bek maar niet open, zeg ik dan maar. Ja. Het gaat er niet om mij, maar... Je kunt een ander wel in gevaar brengen, ook qua... Money, money. Want als de politie of de BOA's het ziet, dan heb je wel een boete naar je kont. Ik heb het geld niet, dus ik kijk wel uit hoe dat gaat. Alleen nog voor dat. Maar voor de rest, dat interesseert me niet. Nee. Als er eentje naast me komt zitten, nou ja, welkom. Ja. Maar dan is het aan jou. Jij komt als laatste naast me te zitten. Kun jij de boete betalen, want ik zat er al. Zo. Maar oké, mijn mobiel ging ook weer. Ik heb dus een WhatsApp app binnen, dus daar ga ik ook even naar kijken. En ik ga een vlog in elkaar zetten. En het is 5 uur en daarna moet ik nog eten. Maar ik heb makkelijk eten meegenomen. Ja, omdat Keizie vanavond tussen 7:30 en 8 komt. Ik heb dit. Nou, daar heb ik er 2 van. En nou ja, ik eet er maar 1, dus ja, gaat goed komen. 2 is voor mij te veel, dus dan heb ik morgen nog weer 1. Ja toch, lekker. Nou oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen en doe het met een lach. Ja hoor, ik ga weer vrolijk verder. En ze bekijken het allemaal maar. En het is mij wel gebakken. Ja toch. Ik zeg het later. Doei! Ja, ja, en zoals ik jullie vandaag al eerder had gezegd, is Chrissy hier. Nou, en kijk eens hoe lief Eeuwin bij de ligt. Hé hey Chrissy! Hé, hey, lieve kijkbuiskinderen! Daar was ze weer. Ja, ze is er eindelijk weer. Maar ja, het zal ook deze weer even de laatste keer wezen, want ze hebben privé dingen. Maar ik vind dat zo geweldig, hè? Ja, zo lief. En ja, wie is er nog meer? Hallo. Onze enige echte Ruud. Ja, hallo. Hallo. En ik heb mooie cadeautjes gekregen. Nog voor mijn verjaardag, want daarom is Chrissy hier. Ja, ja. Een mooie kaars. Een aantal geurtjes. Dat donkere doosje vond zij zelf het lekkerste. En dan nog een rode. Enkel, ja, ik denk dat ze die al gebruikt hebben, want die is kapot.
En dan een flesje palmolive. Nou, heerlijk toch? Maak ik nog reclame ook en ik word er niet eens voor gesponsord. Hè, is dat balen? Maar ja, maakt allemaal niet uit. Of wel dan, Chrissy? Nee, natuurlijk niet. Nee. We zijn weer bij elkaar en dat is belangrijk. Dat is zeker belangrijk. En we gaan elkaar ook nog kussen. Lekker ding. Zo doen wij dat. Ja. Nog even op eeuw in. En nou maar even hopen dat voor iedereen de corona heel snel overgaat en dat iedereen weer bij elkaar kan komen. En dat niet de ouderen, want daar zit ik het meeste mee, de ouderen alleen moeten blijven omdat ze niet bezoek mogen hebben. Mensen in een verzorgingstehuis die geen bezoek mogen hebben. En ik hoop zo snel dat alles weer over is. En überhaupt Nederland, gooi die grenzen dicht en niet eerder weer open als dat het land wat er weer in mag, vrij is. En Rutte moet normaal doen. Dat blijf ik zeggen. Oké, lieve vriend, ik zou zeggen tot later. Bye bye, zwaai zwaai.